NIS 2. Ben jij op de hoogte van de nieuwste cybersecurity-regels in de EU? In deze reeks neem ik je graag mee in deze ontwikkelingen. NIS 2 bevat behalve maatregelen ook een verplichting voor het melden, opvolgen en verhelpen van incidenten. Er komt een meldplicht voor significante incidenten binnen 24 uur, gevolgd door een gedetailleerd assessment binnen 72 uur. Binnen één maand na het incident moet een postmortem worden opgesteld, inclusief de genomen maatregelen. Het gebruik van bepaalde producten, diensten en processen kan verplicht gesteld worden. Er komt de certificering van producten, diensten en processen door ENISA, de Europese Cybersecurity Organisatie. Bedrijven die onder NIS 2 vallen, moeten ook worden geregistreerd bij ENISA. De NIS 2-richtlijn is in december 2022 gepubliceerd door de EU en in juli 2024 zal deze als Nederlandse wet van kracht zijn. Gelet op de omvang en impact van de verplichte maatregelen is het noodzakelijk om op tijd te beginnen met het nemen van de juiste stappen om te zorgen dat je goed bent voorbereid op NIS 2.